Dit is Bardo Ellens. Overdag een videomaker op YouTube. 'S Avonds een memorabel man. Een geheime passie. Hij is namelijk geobsedeerd met het K3-lid Josh. Na mijn obsessie. Obsessie. Het heet eerder een bezigheid, hè? Nou, ik ben geobsedeerd door Josje van K3. Ja, want hoe gek het ook klinkt, toen ik haar voor het eerst zag live optreden, ze keek me aan en ik dacht, wat hadden die connectie. Ik keek naar haar, zij keek naar mij en het voelde gewoon goed. Ik zat wel thuis voor de tv te kijken live natuurlijk, maar mijn moeder keek. Ze keek echt naar mij. Ik weet dat ik op een dag op mijn knieën zou gaan, diep in mijn zak grijp, daar mijn mes vandaan haal, haar vastbind, een touwtje onder bek zodat ze niet kan gillen, in de achterklep of in de achterbak van mijn auto gooien en ze daar samen het bos in rijden en nooit meer wegkomen. Dat gewoon met z'n tweeën in stilte leven. Daar ben ik van overtuigd, ja. Mijn meest trotse bezitting van Josje? Dat is niet zo heel moeilijk. Dat is deze doos, ja. Gek, een doos. Heeft Josje ook een doos, maar daar gaan we niet over praten. In deze doos zitten al mijn spullen van Josje. Ja, mijn meest trotse bezitting is echt wel dit fotomapje. Ik heb geen idee wat dat witte is. Hoort er niet in. Ik heb geen idee wat het is. Tussen de foto's van Josje. Oh, wat gek, hè? Even een blikje, hoor. Oké, laten die maar voor wat het is, die foto's. Die heb ik gewoon weg moeten gooien, jammer genoeg. Maar mijn tweede trotse bezitting uit de doos. Uit deze doos is dan wel. Ja, hoe kan het ook anders? Weinig mensen weten, met de finale was opgesteld en ik heb hem hier. Hij druppelt nog een beetje. Hij is gewoon echt vers. Proef precies als Josje. Het is echt. Echt trots. Ja, mijn andere trotse bezitting die hoort eigenlijk echt wel bij de tampon is natuurlijk. Haar string, kijk maar. Die is gewoon vers van de finale, ja. Je proeft het gewoon, het is echt Josje. Wat kan je erover zeggen? Gaan we door met de doos. verder, ja. Een mes en tape. Toch niet om haar te blinddoeken of zo te ontvoeren. Wat gek. Verder heb ik nog een plukken haar van haar kunnen stelen. Ja, ik heb het uit de hoofd moeten rukken. Ik stond in de rij gewoon. Voor een handtekening, ja. Er stond een kindje van 3 voor me, maar echte fans die strijden er wel om, laat ik het zo zeggen. Een kindje van 3 is niet meer teruggevonden. Maar ik heb het haar, het is echt trots, er zit zelfs een beetje bloed aan, maar zodat gewoon negeren, haar is haar. Nou, het is eigenlijk geen papiertje of een brief, het is echt een document waarin staat uitgebreid uitgelegd dat ik minimaal 10 meter van Josje vandaan moet blijven. Maar ik vind haar wel. Zonder Josje zou ik dit verbod niet hebben. Deze tampon en de rest. Josje, kom je opzoeken.